Ik vind hem erg veerkrachtig. Karel, markant is dat hij. Nou, ik vind het een sterke figuur. Hij heeft toch een lastige periode achter de rug. Het enthousiasme waarmee hij zich nu weer in zijn onderzoek stort, dat vind ik heel knap en dat moet hij vooral ook blijven doen. Hij laat zich niet gauw van de wijs brengen en van dat afleiden wat hij wil bereiken. Hij kan fantastisch toespraken houden uit zijn hoofd. Soms zou hij daar wel eens wat meer in mogen doorpakken, omdat mensen om hem heen dat graag willen. Maar ik denk dat zijn markantheid hem ook ziet in zijn vasthoudendheid. Je bent altijd met een boodschap en altijd vanuit de inhoud. Hij was hoogleraar antieke godsdiensten. Hij is nu bezig om zijn aandacht te verleggen naar religie en maatschappij. Dus dat wat hij in zijn hoofd heeft, dat wil hij ook realiseren. En wat mij betreft geen mandarijn. Wat wel wordt gezegd, tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. Of omgekeerd. Die wetten en die praktische bezwaren, dat waren niet de dingen waar Karel nou heel erg mee bezig wilde. Ik vind hem authentiek, ik vind hem verbindend en ik vind hem ook betrokken. De allereerste keer dat ik een gesprek met hem had, was een sollicitatiegesprek uiteraard. Wat dan opvalt is dat hij in zijn gesprekken zonder gêne grote stiltes laat vallen. Ik vind het zo authentiek de wijze waarop hij een dilemma had. Wat moet ik? Wat vind ik ervan? En hoe hij daar probeerde uit te komen. En dan kun je het hebben over hoe goed hij eruit kwam, maar de wijze waarop hij het als een dilemma presenteerde, waar hij zelf ook nog niet uit was, waar hij veel mensen bij betrokken heeft, dat vond ik mooi. Het handenschudincident werd dat wel genoemd in de pers. En wat ik opmerkelijk vind aan Karel, is dat hij buitengewoon betrokken was bij de Hogeschool van Amsterdam. De Hogeschool van Amsterdam heel erg belangrijk vond. De Hogeschool van Amsterdam ook zeer serieus nam. Zelfs zo serieus dat daardoor misschien soms ook wel de kritiek kwam van, is hij niet te academisch voor ons? Hij staat voor de idee van universiteit. En wat hem betreft is een universiteit geen platte pannenkoek waar je een beetje aan onderwijs doet en ook research, waar dan bedrijven weer belang bij hebben. Het gaat over veel groter. Het is een hele bijzondere persoonlijkheid. Het is een man met een geweldig hart voor de UvA, of eigenlijk voor het hoger onderwijs in Amsterdam. Misschien was dat wel een beetje zijn probleem. Als een heel bedachtzaam en slim, strategisch iemand. Toen ik inderdaad kwam, toen was het wel een soort van oorlog. Hoe harder wij werden, hoe groter de grens werd. Toen hij wilde invoeren dat als je extra studiepunten deed, dat je daar dan ook als student buiten curriculum om, dat je daar dan ook meer voor zou moeten betalen. Ontzettend veel visie. Maar slaagde er niet altijd over om dat over te brengen op de mensen die niet mee moesten krijgen. Hij dacht, ik voer dit gewoon in. Krijgt er geen haar naar, mooi, hebben we extra inkomsten. Komt er wel protest, mooi, dan gebruiken we dat mooi om een discussie te creëren over het gebrek aan overheidsfinanciën voor hoger onderwijs. Dat is wel een voorbeeld van strategische slimheid. Denk ik. Dan hadden we een discussie begonnen en dan was hij gewoon al mijlen ver. Was hij voor iedereen uit en dan keek hij eens om. Maar dat stoorde hem nog verder niet, dan wandelde hij weer vrolijk verder. Ik had wel eens dat Lucky Luke idee. De toorn was
in 1970 in Parijs, had geen geld, ging de metro in en hij speelde dit. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Hoe noem je Karel? Papa. Altijd gedaan? Ja, ik denk dat ik ook wel eens pap heb gezegd, maar ik geloof niet dat hij dat leuk vindt. Dat was een beetje een zeurderig toontje. Als hij praat met docenten, als hij praat met studenten, eigenlijk heel snel een vertrouwelijke sfeer weet te creëren waarbinnen het gesprek kan plaatsvinden. Buitengewoon goede eigenschap van een bestuurder. Nou, hij is heel charismatisch. Hij maakt met iedereen heel makkelijk een praatje. Ze voelen zich wel op hun gemak, maar ze kijken ook naar hem op. Dus er blijft wel een... Mysterieus? Ja, misschien wel, ja. Ja. Hij is altijd wel bekend over de lange pauzes die hij kan houden midden in een gesprek. Ik kom uit de gezondheidszorg. De eerste keer dat me dat wat overkwam, dacht ik, er is wat aan de hand. Het is een TIA, het is een absence. Op een gegeven moment realiseer je dat het eigenlijk een buitengewoon goede eigenschap is van een bestuurder, namelijk hij denkt na. En dan wordt het, als je wat vaker dit hebt meegemaakt, gewoon een sport om een vraag te stellen die de langste pauze oplevert, waar hij dus over na moet denken. Ik denk dat dat hem mysterieus maakt inderdaad, dat hij die stilte, dat hij ruimte laat voor wat er in de stilte kan gebeuren. In mijn ervaring is het minuten. Die zijn lang, maar die kan je ook zelf heel goed benutten voor het stellen van de volgende vraag. Hij heeft heel duidelijk een doel voor ogen en wat de... Daarbij verliest hij wel eens uit het oog, zeg maar, de mensen om hem heen en dingen die op zijn pad kunnen komen. Hij is heel snel, maar hij vergeet wel eens dat niet zijn hele omgeving even snel is. Ik heb regelmatig met hem, als ik in het buitenland door een stad loop, dat ik hem opeens kwijt ben. Dan loopt hij aan de andere kant van de straat voordat ik in de gaten had dat hij ging oversteken. Als hij in zijn hoofd heeft dat we samen gaan eten bijvoorbeeld, dan prikt hij een datum en dan belt hij mij en dan zegt hij, nou, ik heb dat bedacht. Hij is niet bang. Hij durft erg veel, maar dat maakt hem soms ook wel wat roekeloos. En als ik dan een ander plan had, dan denkt hij, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Hij vliegt graag in de bergen en hij gaat enorm hard naar beneden. Hij was 5 jaar de baas bij de UvA. Mm-hmm. Wat gaat hij nu doen? Wat wens je hem toe? Minister-president. En we zitten hier, de emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis, Pieter Rooij. Hij gaat niet voordragen uit eigen werk, nee, hij gaat voordragen uit het blad van geesteswetenschappen. Van de Toorn was decaan en hij schreef een column. Hij schreef een column over deze prachtige stad. Door de week loop ik iedere ochtend van het Centraal Station naar het Bungehuis. Door de jaren heen heb ik verschillende routes genomen. Mijn favoriete parcours is eigenlijk een omweg. Komend vanuit het Centraal Station sla ik rechtsaf. Wandel over de fietsbrug, rechts onder het tunneltje door. En via de Brouwersgracht over de Melkmeisjesbrug. Alleen die naam al. En dan loop ik de Herengracht af tot de hoogte van het Bungehuis. De wandeling duurt een kwartier, maar er is weinig meer voor nodig om een mens goedsmoed aan een werkdag te doen beginnen. Hoe beter je de stad leert kennen, hoe vertrouwder je raakt met haar geschiedenis. Des te dieper de echo van wat je er zelf in voelt, denkt en meemaakt. De meeste van ons hebben ook een persoonlijke geschiedenis met Amsterdam. Of beter gezegd, een geschiedenis waarvan Amsterdam zo onlosmakelijk het decor is, dat de stad zelf een rol is gaan spelen in die ervaringen. Ik kan allerlei plekken in de stad aanwijzen die me deze of gene episode uit de afgelopen decennia van mijn leven doen herbeleven. De straat waar ik mijn eerste studentenkamer had. De bibliotheek waar ik jaren werkte aan mijn proefschrift. De route die ik bijna dagelijks met mijn dochter maakte om te gaan wandelen. Mijn eerste grote liefde. Het café van de intense gesprekken en de vriendschappen voor het leven. En dan komt de punchline. Als het over Amsterdam gaat, word ik ronduit sentimenteel. Karel, ik wil je namens de Hogeschool van Amsterdam hartelijk bedanken voor al de dingen die je gedaan hebt voor de hogeschool. Ik wil je persoonlijk bedanken voor de dingen die je voor mij hebt gedaan en de dingen die ik voor je heb kunnen doen.
kunnen leren. Ik was compleet verrast toen ik hoorde dat je ging vertrekken als voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Ik wil je eigenlijk heel erg bedanken voor wat je voor mij gedaan hebt. En vooral ook het vertrouwen wat je altijd hebt gegeven. Ja, je periode is nog niet af en dat weten we eigenlijk allemaal. De keuze voor een lectoraat, Olympische Spelen, het verbinden, wat op dit moment als gegoten zit. En daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Nou, nog één ding wat ik van je ga missen. Ik vond het zo mooi dat jij ook meeliep in die Damsterdam. Dat mijn tijd beter was dan de jouwe overigens. Wat ga je goed. Karel, je weet dat ik het ontzettend betreur dat jij bent teruggetreden als collega. Veel bedankt voor alles wat wij samen gedaan hebben. Even afgezien wellicht van de verhuizen naar het Groenlandse Eiland. Maar weet, en dat weet ik zeker, dat jouw idee van die ideale universiteit, die wordt werkelijkheid. We gaan dat doen. Die tijd voor mij in de studentenraad is cruciaal geweest. Ik heb daar veel geleerd. Ik ben buitengewoon dankbaar voor Karel, wat hij mogelijk heeft gemaakt op de tafel Bergweg en de Meiberg Dreef. Grappig genoeg ben ik dus volledig de breedte ingegaan. Je snapt wel waarom dat een lichte ironie in zich draagt. En ik vind het jammer dat het nu zo gebeurd is. Die managementstructuur is heel belangrijk geweest voor de doelen die we uiteindelijk hebben kunnen verwezenlijken. En ik wens je toe dat je van deze klap wat bekomen bent, dat je daarna weer mooi verder kan. Dit is de overeenkomst die we toen getekend hebben. Die hangt ingelijst in de CSR-kamer. Dat wens ik je van harte toe en bedankt. En zonder Karel was dat vast niet gelukt. Ik hoop dat u daar een mooie herinnering aan heeft. Voor mij zijn dat in elk geval wel. Karel, ik ben heel trots op wat je nu doet. Het enthousiasme waarmee je aan je onderzoek begint. Ik ben trots op de keuze die je hebt gemaakt deze zomer, omdat het niet zo makkelijk was. Een van de bijkomende voordelen is wel dat je veel meer thuis bent als dat gezellig. Pap, ik zou het heel leuk vinden als je nog een keer bij de Wereldwijd doorkomt. Een beetje een inside joke. Ja, maar ik snap hem wel. Is dat niet goed op?